Welkom allemaal bij dit jaarcongres van Divosa over bestaanszekerheid. Het meest recente cijfer van het Sociaal en Cultureel Planbureau, 939.000 mensen. Schulden werken zo ongelooflijk ontregelend. Zelfs op je psychische gezondheid, je fysieke gezondheid, het tast alles aan. Bijna alle landen kennen een stijging. Nederland doet het relatief goed. We hebben wel een probleem, want het stijgt, maar we doen het relatief goed. We schieten dus niet met pijlen heel gericht op een doelgroep. We schieten met hagel. Dan raak je wel eens wat, maar je schiet ook veel mis. Als het gaat om de problematiek van armoede, in het bijzonder van kinderen in armoede, dan is dat een heel complex probleem. En dat gaat niet alleen over inkomen, maar dat gaat ook over kansen, over school. Hoeveel mensen kunnen het straks nog verdienen, wat we allemaal aan voorzieningen hebben voor mensen die daar een beroep op doen? Hoe kun je op zo'n moment mensen zo helpen dat ze het gevoel krijgen echt begrepen te worden?